gestemd. Ja. Heel dat tegen het coronavirus. Het is anders dan normaal. Maar ja, het is een noodsituatie duidelijk in de wereld. Ja. Maar dat zou veranderen. Okay. Dus, ja. We hadden net dit op. Ja. Ja, dit, ja. Dit. Dat is versnorkelen, hè? Houdt niet het coronavirus tegen. Ondanks het balletje. Dat hierboven zit. Het coronavirus. Ernstig. Daar gaat het over. Nou is het zo dat mijn broer hier, die tekent cartoons. Dus ja, die was al deze week bezig om een cartoon te maken over het coronavirus. Ja, wat bedenk je dan? Moet het grappig zijn? Het is natuurlijk totaal geen grappige situatie. Maar hij begon lekker te tekenen bij ons aan dat tafeltje. En ja, er kwam best een leuke cartoon uit, vond ik. Ik vond wel dat je lekker zat te kleuren en ja. Zo. Ik heb plezier. Maar jij had... ik had eerst een bepaalde cartoon over het coronavirus gemaakt. En toen nog eens een keer een tweede. Want jij kwam ook toen met een idee aan. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dus vandaar dat ik de credits ook een beetje aan jou heb gegeven. Met die cartoon. Oké. Okay. Ja, dan pak die cartoon er even bij, man. Even kijken. Misschien kan je hem even aan de kijker laten zien. Ja. Nou, dat... Even kijken. Dat is het. Denk je dat het zo gaat lukken? Ja, nou, het wel, ja, of niet? Ja, ja. Ja, hij is wel grappig, toch? Hij is grappig. Ja, wat ik maar wel... Maar eerst had ik die ander. Ja, je had die ander, ja. En dat was deze, moet ik eventjes... Dat was deze. Dat was een man, ja. Die was ook wel grappig. Ook wel leuk. Zo. Zo. En zo. Nou, laten we ze even laten zien digitaal. Vandaag in de krant een verhaaltje verschenen over Chinezen die zich gediscrimineerd voelen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Er was ook iemand die hield zo'n bordje op bij zijn YouTube kanaal en zei, ik ben Chinees, maar ik ben geen virus. Nou, dat is natuurlijk begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Ik weet nog dat uit de geschiedenis, boeken, niet dat ik het zelf heb meegemaakt, maar in 1919 was er een hele pandemie, noemen ze dat. Dat de hele wereld mensen besmet raakte. Ook met een griepvirus. Dat heette de Spaanse griepvirus. En cijfers over doden, 20 tot 100 miljoen. Ja, nou ja goed, het coronavirus zou nog ernstiger kunnen worden. Nou, ja, dat weten we hopelijk maar niet. Dat weten we niet. Stel dat het nou voor hoeveel mensen wonen op deze aarde? 7 miljard? Zoiets, ja. Stel dat er nou 3 miljard komen te overlijden aan het coronavirus. Wat denk je wat het gevolg daarvan kan zijn? Ja, dat is natuurlijk heel goed voor het klimaat. Dat is waar. Greta Thunberg zou ontzettend tevreden zijn. Ik Want denk het. Ik denk er het wordt maar. Natuurlijk steeds minder CO2 uitgestoten. En het klimaat en de aarde wordt er wel beter van. Ik zei in het begin Curaçao en het coronavirus. Maar daar bedoel ik mee dat het overal toch kan opduiken. Dan zeggen ze in de krant hier, ja, nee, het virus is nog niet in Mexico, dat was toch niet waar en zo. Dus het komt niet zo in onze regio, het komt altijd in je regio. En waarom? 10 tot 15 dagen incubatietijd, dan word je pas ziek. Dus al die toeristen uit Amerika, waar het wel voorkomt, Canada bijvoorbeeld, die kunnen hier naartoe vliegen. En het kan verschrikkelijk worden. Maar niet alleen op Curaçao, en wat dacht je? In Europa, wij moeten daar natuurlijk op een gegeven moment weer naartoe terug. Ja, en misschien, wie weet, is het wel dat ik als ik over 2,5 week terug moet, dat ik niet meer toegelaten word. Nee, omdat dan moet het hier zijn opgetreden. Dan moet het hier zijn. Ja. Nou,
ja, hoe gaat dat allemaal met mijn werk en met mijn huis? En, nou, ja, goed, ik ga er maar niet over nadenken. Dat, maar nee, het is wel vervelend. Het is een, ja, het is een vervelend virus. Het is een vervelend virus, maar goed, oké, okay, ja, ik kan je niet bedoelen. Je moet er ook niet denken dat misschien is het wel niet zo heel ernstig eigenlijk. En natuurlijk willen we graag van onze kijkers weten. Wat vinden jullie ervan, van dat coronavirus? We hadden namelijk in het begin, hadden wij zo'n masker opgezet. Zo'n ding. Mooi masker, hè? Ja, dat is om te snorkelen, weet je wel. En als er iemand een beetje zo in dat snorkeltje hoest, dan heb je het ook, weet je wel. Dus dat gaat niet helpen. We weten nog niet wat er de komende weken gaat gebeuren. We wachten het maar gewoon af, want je kan er natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Je kan er wel een coronabiertje op drinken, maar dat is waar. Ja, die grap is al heel vaak gemaakt. Is gewoon een ander biertje erop drinken. Ja, we nemen een braait. Wij nemen een braait. Ja, dat hebben ze in Nederland niet. Dat is heel lekker. En dat drinken wij hier op Curaçao. En het is lekker warm hier, dus we blijven er maar. Ja, blijf nog maar even. Zolang het nog duurt, maar genieten. Dat, ja, gewoon genieten elke dag. Zolang het nog maar duurt. Dat kunnen we zeggen. Ja, dat is het beste. Dat is het beste. Ook al is het in Nederland regenachtig. En daar weer. Zolang het nog duurt. Zolang het nog duurt. Ja, maar dan hebben zij het niet zo leuk, hè? Nee, wij wel. Ja, dat weer wel. Dat weer wel. Dat weer wel. We gaan even afsluiten, jongens. We spreken.